Goeiedag dames en heren, daar zijn we weer. Na een tijdje vakantie zijn we weer terug. We hebben een geweldige vakantie gehad. Schwan vakantie, je had weer. Nee, dan heb je toch best dicht broen geworden. Ik ben Schwan broen geworden. Ja, wie komt dat? Goosheid van Troosten, Jos. Van Troosten, dat daar ben ik wel gewend van. Dat heb ik denk ik gezien, dat ik een Troosten ben. Nee, maar we hebben met name een geweldige sportzomer gehad. Afgelopen weekend. Afgelopen weekend nog met Max. We hebben oeren voor het sportje. Spectaculair, meneer Frankenshaw gewonnen. Wie? Max. Oh ja. Max, spectaculair. Maar het Schwanse vond ik eigenlijk toch de Olympische Spelen. En Nederland heeft het weer geweldig gedaan. Aldig. Die stond vriewag in de medaillespiegel. Oh, die. Stond ze vriewag in en die gouden medailles. Ja, absoluut, die een gouden medaille. En dan zijn er Nick Kimman op dat klein fitske, weet je nou? Klein fitske. En Annemiek, en Annemiek van de Vleut en een vullig watere fits. Ook een gouden medaille en een zilveren medaille. Maar er zijn ook atleten die er meer als één hebben gewonnen. Meer als één? Meer als één. Ik heb genoten van Sifan Hassan. Sifan Hassan, die zich daar op de 5000 en op de 10.000 meter een gouden medaille wint. En ook nog een bronzen, geloof ik, of een zilveren op de 1500 meter. Dat vind ik geweldig, daar kan ik van genieten. Lu, met meer als één gouden medaille, dat zijn superhelden. Superhelden zijn dat. Ik heb toch ook dan ook medailles gewonnen. Medaillespiegel, hé. Dat is geweldig. Je hebt ze allemaal voor niks gekregen. Je hebt ze niks voor hoeven te doen. Ik zit hier serieus vooral te over een medaille winnen. Als je een kumstig met een carnavalsmedaille. Zeg je goed. Ach, zeg je weg. Zijn dat geen goede medailles toch?